Ze werkte voor Magneet, Philips Duphar en voor Van Houten. Maar wat weten we nou eigenlijk over ze? Gastarbeiders. Om de geschiedenis van de gastarbeiders tot leven te brengen staat in de bibliotheek de komende maand de tentoonstelling Gevraagd en Gebleven. Burgemeester Horseling opende de tentoonstelling deze week. Zeker door het verleden van Weesp als industriestad heeft onze stad een grote rol op de tentoonstelling. Mensen gaan teruglezen hoe dat gegaan is, waarom de mensen hier naartoe gekomen zijn. Zowel van de Nederlandse kant de vraag naar was, als van hun kant zij zich kwamen aanbieden om te werken. Verder gaan ze lezen hoe het werk in zijn werk is gegaan, dus hoe de mensen hier in de bedrijven aan het werk zijn gegaan. Wat ze gaan lezen is hoe de huisvesting was, dus de pensioens waar ik net over vertelde. Maar ook bijvoorbeeld hoe mensen hun vrije tijd besteden, hoe ze hun godsdienst hier hebben kunnen uitoefenen, hoe ze hun gezin hier hebben kunnen laten komen enzovoort. De tentoonstelling staat voor een maand in de bibliotheek en is te zien tijdens openingstijden.